Samenloop voor goed doel komt in het Meenpark. Het gaat niet om de prestatie, het gaat erom dat je erbij bent en dat je het beleeft. Met die instelling kan er op zaterdag 29 en zondag 30 juni door het Meenpark gewandeld worden. Op die dagen wordt voor het eerst in Apeldoorn Samenloop voor Hoop gehouden. Wat houdt dat precies in? De Samenloop voor Hoop is een 24 uur wandelestafette. En daarbij staan we stil bij kanker voor iedereen die daar direct of indirect mee te maken heeft gehad. En daarnaast vieren we het leven. Omdat het hier om een estafetteloop gaat, kan je alleen als team je inschrijven. Mensen die melden zich aan in teams. Teams zijn gemiddeld 10 tot 15 personen. Maar ja, wij hebben inmiddels al bijna 240 deelnemers. Dus best al een hele grote groep. Zeker voor de eerste keer dat het hier in Apeldoorn wordt gehouden. Maar er zijn ook lopen die hebben wel 2000 deelnemers. Dus er kunnen er nog veel meer bij. De samenloop wordt in het park zelf gehouden rondom het middenveld. Er komen twee afstanden voor de wandelaars. Ja, er zijn twee afstanden. We hebben een grote afstand, dat is de 670 meter, dat is de grote ronde. Die wordt eigenlijk gedurende de 24 uur gelopen, dat is de belangrijkste. Maar daarnaast hebben we nog een binnenring, die is 330 meter, ik was bijna zeggen kilometer, maar meter. Ja. En daarop lopen we in de nacht, want de kazenzakken worden rond die kleine, want dan wordt het wat intiemer. En dan is het heel mooi dat je dan een kleine ronde loopt die voor iedereen ook te zien is. En met de groep eromheen is dat heel erg leuk. 'S Avonds en 's nachts wordt er een zogenoemde kaarsenceremonie gehouden. De kaarsenceremonie die is op zaterdagavond 29 juni om 11 uur. En de kaas is wel heel iets bijzonders. Mensen kunnen nu kaarsenzakken kopen. Daar kunnen ze hun persoonlijke boodschap opschrijven. En in de kaarsenzakken gaat een kaas. En rond 11 uur gaat een hele ceremonie met mooie, bijzondere verhalen eromheen en met een openingslied. En die kazen worden gedurende de nacht langs het parcours neergezet en dat verlicht ook de nacht. De nachtwandelaars worden op een bijzondere manier wakker gehouden. Hoe houd je de mensen wakker? Is daar al over nagedacht? Ja, 's nachts mag je natuurlijk geen geluid maken. Hè. Moeten we zorgen dat het ook stil is. Maar daarvoor hebben we ook weer een kleine oplossing. We hebben silent disco. En dat is? Dat betekent dat mensen met koptelefoons toch muziek op kunnen hebben. En dat ze dan vrolijk, dansend, zonder dat iemand wat hoort, toch de route af kunnen leggen. Kinderen kunnen op zondag gaan wandelen en worden tevens vermaakt. Die start zondags om 10:30. En allerlei kinderen die mee willen lopen kunnen dan gedurende een estafette van 24 minuten, kunnen zij dus ook meedoen. Clown Zizo die komt ook, die zal de boel ook begeleiden, die zal de kinderen ook begeleiden. Dus ik denk dat het wel een heel mooi evenement gaat worden. Samenloop voor Hoop krijgt steun van de gemeente, Jack Limburg, wethouder Nathan Stukker en oud-burgemeester Fred de Graaf. Het opgehaalde geld gaat naar het KWF Kankerbestrijdingsfonds. Een oldtimer jeep vloog donderdagmiddag spontaan in brand op de Soerseweg in Apeldoorn. De weg werd tijdelijk afgezet zodat de brandweer de brand kon blussen. De jeep brandde volledig uit en moest door een bergingsbedrijf worden afgevoerd. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Een technisch mankement is mogelijk de oorzaak van de brand. Morgen kan er in de ochtend nog een buitje vallen, daarna is het droog en komt de zon erbij en wordt het een graad of 14. In de avond en nacht is het vrij helder en wordt het vrij koud. Het kwik daalt naar de 3 graden. Zondag en maandag is het vrij zonnig en blijft het droog. Overdag wordt het zo'n graad of 13 en 's nachts daalt het kwik naar de 3 graden.